Goedemiddag, mijn naam is Jos Aar, vraag augustus 2010, vraag 1. Hier een cirkel gegeven met hier middellijn en een hoek gegeven. Hier 15 graden en 45 graden. Zijde 2, we zoeken de opvang van deze cirkel. We kunnen de sinusregel gebruiken, of de kostregel om te gebruiken, en de opvang van de cirkel is pi r kwadraat. Hier gegeven zijn 15 en 45 graden, dat betekent deze hoek hier. Het verschil is, samen is dat dan 120 graden, dat is samen 60, 180 min 60, 120. Nu je krijgt hier, we zoeken de lengte van BC. Je kunt de sinusregel gebruiken. Je hebt drie hoeken en twee zijden gegeven. Kun je de sinusregel gebruiken dus. A, BC, dus 2 gedeeld door sinus van 45 graden is dan gelijk aan UM, uw BC, gedeeld door de oortandhoek, sinus van 120 graden. Ja. Nu, dat je kunt gebruiken om de lengte van BC te gebruiken. Voor de cirkel gaan we de helft van die lengte nog gebruiken later. Hier krijg je dus dat BC gelijk is aan 2 keer sinus 120 graden gedeeld door sinus 45 graden. Dus sinus 45 graden. Nu, wat is sinus 120 graden? Sinus 120 graden. Als sinus van 45 graden is, wordt het 2 gedeeld door 2. Sinus van 120 graden is supplementair sinus van 60 graden. En sinus van 60 graden is wortel 3 gedeeld door 2. Ja? Als je het uitrekent, dan krijg je dus hier 2 keer wortel 3 gedeeld door 2, gedeeld door wortel 2 gedeeld door 2. Hou je over 2 keer wortel tegen de wortel 2. Ja, dat is de lengte van een BC. Nu, we zoeken de straal, dus daar de helft van gaan nemen. Ja, wordt een wortel 3 gedeeld door 2. De straal is dus wortel 3 gedeeld door wortel 2. Ja, de straal, de helft ervan. Ja, nu, oppervlakte van de cirkel is dus pi r kwadraat. De straal is wortel 3 gedeeld door wortel 2. Ja, wortel 2. Dan, uw oppervlakte is een pi r kwadraat. Hier geschreven, wordt dan pi, maar wortel 3 is 3 pi gedeeld door 2, antwoord C. Dank voor de aandacht, nog een keer, bye bye.